DJI heeft recentelijk de DJI Zenmuse L1 aangekondigd. De eerste LiDAR payload van DJI. We hebben hem inmiddels binnen en in deze video gaan we kijken hoe die sensor eruit ziet en wat je er nou eigenlijk mee kan. De DJI Zenmuse L1 is de eerste LiDAR payload van DJI en is de nieuwste payload in het rijtje payloads voor de Matrice 300. Dat begon vorig jaar met de H20 en de H20T met optische zoom en thermische mogelijkheden. Begin dit jaar kwam daar de P1 bij, wat de fotogrammetriecamera was voor de Matrice 300. En met de L1 hebben we dus de eerste LiDAR payload, zowel voor de M300 als überhaupt van DJI. Deze sensor heeft wat meerdere sensoren erin zitten, dus we gaan eens even kijken hoe die sensor geleverd wordt en wat er nou eigenlijk allemaal in zit. Bekend koffertje, dus hetzelfde koffertje waar ook onder andere de H20 en de P1 ingeleverd worden. Met uiteraard een mooie schuim inlay op maat. Met plek voor een SD-kaartje en de boekjes. Maar natuurlijk als hoofdonderdeel de camera zelf. Die ook, net als de andere camera's, voorzien is van een mooie rubberen dop om de sensoren te beschermen. Koffertje even aan de kant. En dan hebben we hier de Zenmuse L1 payload. Nou, wat gelijk opvalt is dat het een vrij forse payload is. Ook zeker qua gewicht. Als je dit vergelijkt met de H20T en de P1, die zijn ook relatief groot. Maar deze is echt nog wel ietsje zwaarder. En natuurlijk dit grote spiegeltje eigenlijk hier aan de bovenkant. En dat is de plek waar die LiDAR lasersensor achter zit. Nou, onder die sensor vinden we aan deze kant een RGB-camera. Dat is een 20 megapixel RGB camera. En deze RGB camera is dezelfde camera als je op de Phantom 4 RTK vindt. En die kun je op twee verschillende manieren gebruiken. Daar gaan we het zo nog even over hebben. En daarnaast zit nog een kleiner soort cameraatje. Dat is verder geen cameraatje die foto's maakt waar je iets mee kunt. Maar dat is een vision sensor die de sensor samen met de IMU in de payload gebruikt voor zijn oriëntatie en nauwkeurigheid. Wat maakt zo'n LiDAR nou wat anders dan de P1 bijvoorbeeld? Nou, die LiDAR die werkt op basis van laser. En dat betekent dat hij vanuit dit vierkante bovenstuk zo'n 240.000 laserpuntjes per seconde afvuurt. En al die laserpuntjes die kaatsen af op hetgene wat hij tegenkomt. En de sensor die meet de tijd die het duurt dat die sensor het laserstraal schiet. En diezelfde laserstraal weer terugkomt. En op basis van die tijd te meten, kan die uitrekenen hoe ver dat puntje van de sensor af is. En wat je op die manier krijgt is een zogenoemde puntenwolk. Dus een hele grote wolk met allemaal kleine laserpuntjes die afgeschoten zijn en die tegen de objecten ter plekke zijn weerkaatst. En daardoor krijg je dus een hele grote puntenwolk waar je uiteindelijk ook een 3D-model in krijgt van de hele omgeving die je hebt vastgelegd. Nou, die laserpuntjes zelf is puur een laserpuntje. Dat betekent dat het op basis van infraroodlaser is en daardoor bijvoorbeeld niet, net als met fotogrammetrie, afhankelijk is van licht. Want de LiDAR kun je ook gewoon in het donker of 's nachts gebruiken. Fotogrammetrie werkt natuurlijk op basis van foto's, dus daar heb je wel een goede foto en dus goede lichtomstandigheden voor nodig. Aan de andere kant betekent dat ook dat in die puntenwolk geen kleurinformatie zit, maar puur die punteninformatie. Nou, daarvoor heeft de L1 dus die RGB-sensor aan de onderkant zitten, diezelfde als we van de Phantom 4 RTK kennen. En die sensor die zorgt ervoor dat je de puntenwolk kan kleuren. Dus op het moment dat hij al die punten afschiet, kan hij tegelijkertijd met dat cameraatje ook een aantal foto's maken. En dan gebruikt hij de kleureninformatie uit die foto's om achteraf in de nabewerking de puntjes de juiste kleur te geven van het object waar ze vanaf zijn gekaatst. Nou, die sensor daarnaast gebruikt hij dus in combinatie met zijn IMU om te kalibreren. En er zit ook een hele IMU in de sensor die af en toe gekalibreerd moet worden, ook voor en na een missie bijvoorbeeld. En er zitten een aantal functies in het toestel waarbij die zelf door bijvoorbeeld een bepaalde manoeuvre uit te halen of een achtje te vliegen, die sensor ook tijdens het vliegen kan kalibreren. Die RGB-camera kun je overigens ook in een soort stand-alone mode gebruiken. En dan gebruik je de LiDAR-sensor niet, die schakel je dan uit. En dan gebruik je puur die fotocamera om fotogrammetriefoto's te maken. En op die manier dus eigenlijk net als met een Phantom 4 RTK snel een stukje te kunnen mappen. En dan gebruik je dus verder de LiDAR-functionaliteiten niet. Nou, wat nou de kracht van LiDAR is, is enerzijds dus wat ik net al zei, het feit dat je niet afhankelijk bent van licht. Want je kunt die LiDAR-sensor dus ook gewoon gebruiken in het donker of in plekken waar geen goede verlichting aanwezig is. Daarom wordt het bijvoorbeeld ook gebruikt voor de onderkant van constructies, zoals bijvoorbeeld een brug.
Waar natuurlijk licht ook een erg lastig iets kan zijn of je heel veel tegenlicht kan hebben. Maar wat LiDAR ook heel goed is, is in objecten die heel klein zijn of objecten die ergens doorheen zijn. Als je bijvoorbeeld bomen bekijkt, dan is het met fotogrammetrie eigenlijk niet mogelijk om door het bladerendek heen te kijken. Want die bladeren zijn heel groot en die hele kleine gleufjes tussen bladeren of takken door zijn niet waar te nemen met de fotogrammetrie. Maar met de LiDAR, omdat hij zoveel puntjes afschiet, zijn er altijd wel een paar van die puntjes die door het bladerendek heen komen. En op die manier kun je toch bijvoorbeeld dan de stam van een boom ook vastleggen, terwijl er nog steeds een takken- of bladerendek omheen zit. Andere kleine objecten, zoals bijvoorbeeld elektriciteitskabels, zijn soms ook heel lastig om in fotogrammetrie vast te leggen, omdat er gewoon een heel dun, smal object is. En dat is ook iets waar LiDAR dus heel erg goed in is. Met deze LiDAR heb je twee verschillende manieren van patronen, zoals ze dat heet. Je hebt dus die ongeveer 240.000 punten per seconde die afschiet. En die kan die in een soort sterpatroon afschieten. Daarmee heeft dan de LiDAR sensor een kijkhoek van ongeveer 70 graden breed en hoog. Maar hij kan ze ook in een streeppatroon afschieten. Dan heeft hij een kijkhoek van ongeveer 70 graden breed, maar 4 tot 5 graden hoog. Dan heb je natuurlijk veel sneller van een smal gebied veel meer punten en dus veel meer detail in je model. Maar heb je aan de andere kant minder snel een groter oppervlak. Dus daar kun je ook mee spelen afhankelijk van hoeveel detail je nodig hebt en hoe groot het gebied is wat je wil gaan vliegen. Nou, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal of een duimpje achter te laten. En mocht je nou meer willen weten over de L1 of zo'n camera willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of even contact met ons opnemen.